Beluister de SWOTcast van Credendo. Een reeks podcasts over hoe u vandaag kunt exporteren zonder risico. Credendo is van een klassieke openbare kredietverzekeraar naar een Europese groep geëvolueerd die momenteel actief is in 15 landen. Naast die publieke functie ontwikkelt Credendo sinds 2004 ook commerciële activiteiten. Het productengamma bevat onder andere de verzekering van kortlopende handelsvorderingen en de uitgifte van borgstellingen die bedrijven soms moeten stellen. Maar de kredietverzekering is altijd wel een constante gebleven in het volledige verhaal. België is een open economie, wat betekent dat export essentieel is. Onze Belgische bedrijven zijn steeds op zoek naar nieuwe afnemers voor hun producten en diensten. En ze zoeken die in alle uithoeken van de wereld. Daarbij lopen ze natuurlijk het risico dat de klant niet betaalt of op een bepaald moment besluit dat hij de goederen of de diensten toch niet wil afnemen. Een kredietverzekering beschermt tegen dit risico op niet-betaling of contractverbreking. En dat is zeker geen overbodige luxe. Credendo biedt meer dan alleen de klassieke kredietverzekering. Onze hoofdopdracht als openbare kredietverzekeraar blijft om de Belgische handel te stimuleren. Dat doen we niet enkel met kredietverzekering, maar ook met directe financiering van exporttransacties tot 8 miljoen euro. Bedrijven die in opkomende economieën willen verkopen, moeten vaak niet enkel het beste product hebben, maar ook een financiering op maat van de koper kunnen aanbieden. Daarnaast dekken we voor ondernemingen die in het buitenland willen investeren de politieke risico's af en stellen we financiële garanties aan banken die contractgaranties of werkkapitaalfinanciering verlenen aan exporteurs. Tot slot kunnen we dankzij onze internationale dimensie ons productengamma vervolledigen met producten zoals globale polissen, borgstellingen, excess of loss en top-up dekking. En die internationale dimensie versterkt ons ook in onze analysecapaciteit, onze kennis van de markten en het draagt uiteraard ook bij tot onze eigen rendabiliteit. Als we naar de toekomst kijken, dan focussen we ons op twee pijlers. De eerste is duurzaamheid. We besteden inderdaad veel aandacht aan de duurzaamheid van zowel onze eigen acties, maar ook uiteraard van de exportprojecten die we ondersteunen. Maar daarover hebben we het in een volgende aflevering. De tweede pijler is investeren in innovatie. Zo stellen we vast dat steeds meer business-to-business handel via online marktplaatsen verloopt, maar dat het daar ontbreekt aan financierings- en verzekeringsoplossingen. En via ons innovatielab Area 42 bouwen we aan een ecosysteem van technologische oplossingen om dat te faciliteren. De eerste toepassingen zoals Margery en Terms.tech zijn zo goed als klaar en we zetten ook in 2021 verder in op die digitale transformatie. Credendo, turning uncertainties into opportunities.